Yay! Hallo. Hallo allemaal! Welkom bij Knutselen met Hugo. Hugo die gaat uitleggen, want er waren toch wel vragen van hoe doet hij dat, hoe verzint hij het allemaal. En nou willen jullie meenemen naar zijn techniek, het kleine, kijk zoals rotjes hè? Ja. Dat hoe maak je dit? Dit voor Peter Pan zijn. Ja, want de meeste verzamelaars gebruiken kasten. En om je kast op te leuken is het natuurlijk heel erg leuk om de trucjes te laten zien hoe je het doet. En dit zijn nou juist de formaatjes die wij kunnen gebruiken. We beginnen bij het eerste deel. Ja, hier is piepschuim. Ja. Goedkoop, gratis. Mesje, heel scherp. Dus even een beetje spelen. En vorm geven. Ja, je maakt dus inkepentjes met een gewoon een Stanley mesje. Dat snij je er dus uit. Ja. En dan krijg je zo'n vorm alsof een rotjes of zo. Even kijken. Ja. Dan kun je beter zien. Die had ik al van tevoren gemaakt. Anders duurt het te lang. En dan. Ja, dan hebben we cement. Daarna cement. Ja, dat is gewoon losse poeder, cementpoeder, koop je in de bouwmarkt. Je kan het in verschillende formaten kun je het kopen. Alleen Hugo heeft een kilo zak, 25 kilo zelf, dit heeft veel nodig. Jullie niet, hoeft niet. Kan dus ook in klein. En dan doe je meer water in en een beetje kijken, want het moet waterige cement worden, niet te dik. Dan gaat het hier over uitsmeren. Zo, heel veel. Ja, met een goede ronde kwast gebruikt die. Zie je, dus het is waterig cement. Er moeten geen brokken in zitten, het is goed roeren. Dan smeer je alle kanten mee in. Dan verstop je die piepschuim. Ja, de structuur van de piepschuim gaat weg. Ja. Dan smeer dat je eigenlijk niks meer van de piepschuim ziet. En je ziet dat het nu nog een andere kleur is, de cement. En als het opgedroogd is, dat zeg ik goed, hè? Dan wordt het die kleur. Dan wordt die kleur. Dus één dag laten afdrogen. Ja. En dan kun je zo, zoiets. Heel goed. Zo, dat is best. Eerste laag. Ja. Dit laat je dus gewoon een dag drogen. Ja, daarna doe ik helemaal, anders wordt het te lang. Ja. En dan na 24 uur, dan is het helemaal afgedroogd. Ja, is het ook hard. En dan krijg je zo'n mooie vorm. En dan, ik doe het altijd in basis van wit. Verf. Ja, en dan kun je makkelijker. En dan wat ik doe is verschillende kleuren. Ja. Het idee is meer paarskleur bij die rots van Peter Pan. En de verf kun je gewoon halen bij de Action. Ideaal, is goede verf. Ik zal het even laten zien nog voor de mensen thuis. Is van Blijswijk. Ja, kost niks. En Cosmix. 60. Ja, en dan kan je hartstikke leuke dingen doen. Dus even beginnen met paars. Zo neerzetten. En wat hij vertelde is, de basis doet hij dus altijd eerst wit. Ja. En het is ook, het staat er ook op, is een primer. Ja. Ook gewoon bij de Action denk ik. Ja. Hè? Ja. Nou, dan heb je al heel veel kleurtjes. Kijk, roze en geel en blauw. Nou, ik zie hier heel veel staan, maar die zien jullie niet. Nou, als dit nog niet droog is, kun je met andere kleuren een beetje spellen, dan krijg je zo'n effect. Zie je? Oh ja, nu wordt het paars. Cool. Ja, als je wilt meer paars, dan is het niet zo strak. Dan is het een beetje speels. Zelf kun je een beetje met zwart of met groen of proberen welke kleur vind je mooi. Kun je, als het niet goed gaat, dan doe je nog een keer. Dat is helemaal geen probleem. Laat het afdrogen en begin je opnieuw met andere kleur. Heb je bij mij heel vaak. Deze dan moet 20 keer. Ja, nog een keer. Dus zo ongeveer. En dan, als dit afgedroogd is, dan kun je nog later, er is andere techniek, als een voorbeeld hier een beetje doen. Ja. Maar dan moet de
verf heel droog zijn. Dus, verf moet zo minimaal zijn. Ja. Dan krijg je dus een techniek. En dan heel, heel zachtjes. Die gaan we bij de camera. Heel zachtjes, dan krijg je dat, dat effect. Ja. En dan kun je met verschillende displays spelen. Nou, hier kan ik doen, want het is nog nat. Maar hier zie je een puntjes. Ik weet niet of dat goed op de camera. Kunnen het, ik weet niet, we kunnen het nu niet zien. Hè? Dus ik weet niet of dit te zien is voor jullie. Misschien kan je kijken met inzoomen. Want hier zie je de techniek eigenlijk op. We nemen jullie gewoon even mee. Wat ik bedoel, dan is het net alsof het geschuurd is. Ja, kijk hier. Maar dan moet je dus een droog kwast hebben, wel met een beetje verf, en dan ga je er steeds langs. En zo doet hij het eigenlijk overal. En dan lijkt het net hout, maar het is gewoon dus het trucje. Piepschuim. Ja, piepschuim, cement en klaar. Heel goedkoop, heel makkelijk. Ja. En gewoon doen, gewoon proberen. Gaan we daarheen, kom. Kijk, want het is niet alleen piepschuim, maar je kunt het cement ook doen op de peurschuim. Kijk, hier is peur. Daar heeft hij het ook overheen gedaan. Die is trouwens aan de display. Ja, we zeggen nog niet wat. Nee. Maar dit is dus ook een truc. En je ziet dus hier dat hij de spiegels erin heeft gemaakt. En ik denk dat de peurschuim die zit er dan gewoon omheen. En daar weer verf en cement. Ja, dan hier ook. Zo. Eerst met wit, basis. Primer. Overal, Hugo, eerst wit. Ja, ja, maar dan is het makkelijker om de kleur te krijgen dat je wil. Oké. Dus voor mij is het altijd standaard. Eerst bit allemaal. Zelf, dit had al alles bit geverfd en daarna ging dit doen. Oh ja, dus eerst. Want ja, ik verander constant van ideeën. Dus ja, ja, ja. Ik begin met iets en dan eind met helemaal anders dan. Maar goed. Oké. Ja. Even de camera draaien. Ja. Zo. Kijk, en dit is zelfs ook nog. Ik zal even kijken, een beetje schuin. Hier zit dus ook nog een blokje hout onder voor mensen die dat willen. Oh ja. Is gewoon eraan geplakt, denk ik, hè? Ja, dat kan ook. Een stukje hout en dan plakken. Kijk, en dit gaat dus nu drogen. En, zoals, en dan, als het klaar is, dan... dat heb ik klaar vanavond, dus je maakt later een foto. Ja, hoe het geworden met is. Peter Pan. Morgen, het is afgedroogd. Ja, een foto met Peter Pan. Zo, dus nu kan Peter Pan niet opzetten, anders wordt Peter Pan paars. Ja, dat was het. Hoop ik dat jullie leuk vinden. Ja, en als jullie nog meer willen weten, dan kunnen jullie reageren onder het videofilmpje. Die gaan we van de week plaatsen. En je mag vragen stellen en dan kan ik samen met Hugo jullie vragen beantwoorden. Want het is wel hartstikke leuk. Hè? Ja. Bedankt voor het kijken. Hugo ook. Ja, bedankt. Leuk voor jullie interesse ook dat jullie vroeger knutselen. Hoe doet hij het? En vandaar dit filmpje. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. We zijn aan het filmen. We komen zo.